En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Tultrex. De enige echte natuurlijk. Nou, dit is eigenlijk twee vlogs in één. Als het goed is hebben jullie... Die moet ik daar nog opnemen. Als het goed is hebben jullie de vorige vlog gezien. En die was op een buitenlocatie opgenomen. Nou, die is hier opgenomen in de Benisse. Ja, we zijn er weer jongens in de Benisse. We zijn er weer en we gaan weer lekker wandelen. Ja, ik kan daar toch niks anders doen. Dus ik had zoiets van, laten we nog eventjes lekker gaan wandelen. Het is voor mij, voor jullie als het goed is, is het woensdag. Voor mij is het zondagavond. En ik moet opschieten, want ik zie het zonnetje al langzaam naar beneden gaan. Dus ik moet even opschieten. Maar ik wou... toch nog eventjes twee vlogjes opnemen. De ene, dat hebben jullie gehoord. Ik ga zo de vlog opnemen waarin ik vertel dus dat de kermissen niet doorgaan. Ja, jullie hebben die vlog gezien. Hebben jullie vlog nou nog niet gezien? Kijk eventjes naar de vorige vlog. Daar kan je het helemaal zien. Nou, die vlog die is dus hier opgenomen. En we gaan nog even lekker wandelen. Ja, we gaan maar weer wandelen jongens. Ik moest even omrijden, want... De weg van de pont hier naartoe, die was helemaal dicht afgesloten. Zijn ze weer met werkzaamheden bezig. Ja, het is ook altijd hetzelfde. Hè? Dus het is stilletjes. Er stond maar één auto op de parkeerplaats. Er zat de jongen in. Maar voor de rest, het is echt doodstil hier, joh. Het is echt doodstil. Ja, het is zondagavond, hè. Dus iedereen is denk ik thuis. Voor... morgen weer te gaan werken. Ja, voor mij zal het nog eventjes duren voordat ik ga werken. Ik moet morgen naar de dokter. Moet ik morgen. En ik heb er echt helemaal geen ene fucking zin in. Ik ben niet zo'n doktersheld. Ik heb er echt een schurfthekel aan. Maar ja, mijn baas die wou het zo nodig. Dus ja, dan moet het maar. Kijk, hier bijvoorbeeld, dat is een mooie plek om eventjes een vlogje op te nemen midden in de bossen. Dat is misschien wel mooi. Dus ik ga hem denk ik even neerleggen en dan ga ik de vlog opnemen die jullie hiervoor gezien hebben. Beetje ingewikkeld allemaal, maar uiteindelijk komen we er wel. Toch, in ieder geval, ik ga hier naar binnen even kijken. Ja, hier heb je wel een... Ja, ik zocht eigenlijk een beetje een plekje... Waar je een beetje, ja, lekker tussen de bossen en een beetje groot. Niet dat je helemaal ingeklemd staat. Alhoewel, die takken is wel fucking irritant hier ook. Maar goed, het kan. Ik zag daar ergens een trapje of zo. Dat is misschien ook wel leuk om dat te doen. Zo, krak. Er gaat een tak. Ja, ik moet er toch even op gaan staan. Want alles is hier helemaal bezaaid met, oh, dat zijn takken. Het is helemaal geen trappie, het is het dak. Maar goed, dit is misschien wel een hele leuke locatie om het op te nemen. Dus ik ga hem even neerleggen en dan ga ik hier de vlog opnemen die ik dus opgenomen heb. Wat de vorige vlog was. Ik ben zo, ben ik weer bij jullie terug. Zo, nou, dit was de locatie jongens. Dit was de locatie. Ja, ik vond het wel even een leuke plekje om even die video even op te nemen. Een relaas van 11 minuten had ik over nodig. Ik heb 11 minuten gefilmd. Dus we gaan het wel zien in ieder geval. In ieder geval weer een vlog erbij. En deze vlog erbij. Maken er weer twee. Zit ik alweer op de woensdag. Als ik ook nou eens een keertje het uploadschema in ieder geval een beetje goed bijhoud. Want het uploadschema wil ook af en toe nog wel eens. Met editen ben ik nog wel een beetje laks de laatste tijd. Maar goed, in ieder geval, ik heb de vlog opgenomen. Ik denk misschien komt er nog wel iemand langs die denkt van waarom staat die vent nou in de bosjes te filmen, te praten. Maar in ieder geval, dat was het in ieder geval. Ja, het was een leuk locatietje zo langs de weg. Ik vond het wel leuk. Beetje open plekje, ik had het ook hier kunnen doen. Maar ik vind dat wat mooier, omdat daar de bossen wat mooier zijn. Dus
Ik ga niet langs het water lopen, daar heb ik geen zin in. Ik doe even een verkorte route deze keer. Ik heb geen zin om langs het water te gaan. Het is al laat. En ik zit natuurlijk ook nog met mijn zij, hè, dus ik moet even een beetje rustig aandoen. Het hoeft ook niet echt een hele lange video te wezen. Als ik maar eventjes weer even lekker gewoon even een videootje opgenomen heb, dan vind ik het allemaal wel weer best. Zoals ik al in de vorige vlog zei, ik heb hem dus natuurlijk net opgenomen. Ik weet nog een leuke locatie waar ik naartoe moet. Moet ik wel even een stukje rijden. Daar moet ik wel even een stukje voor rijden. Dus ik weet nog niet wanneer ik dat ga doen. Dat weet ik nog niet. Maar ik vind het wel een leuke locatie. Nou, iedereen helemaal in verwachting van wat zou het nou wezen? Ja, ik ga er nog wel een keer, een videootje over maken. Dat vind ik wel leuk. Ook een stukje jeugdsentiment. Dat is het enige wat ik vertel. Want anders ga ik weer te veel vertellen. Maar goed, in ieder geval, ja. Het wordt echt langzaam donker. Nou ja, het kan momenteel nog wel eventjes. Maar als dadelijk echt de donker in gaat vallen, dan ga ik echt stoppen ermee. Ga ik naar huis toe. Dus, ja. Ik vind het toch altijd een prachtig gebied dit, hoor. Ik vind dit toch altijd wel een leuk gebied om in te lopen altijd. Ik vind het hier echt mooi. Kijk, die bossen, jongens. Prachtig hier, hoor. Ik vind het hier zo lekker prachtig. En zoals het nu is, dat er bijna geen mensen zijn. Ja, daarnet kwam er een fietser voorbij. Dan draaide ik de camera ook gelijk eventjes. Maar op die momenten dat er ook geen mensen zijn. Heerlijk, lekker die rust. Heerlijk vind ik dat. Ik hou wel van de rust. En aan die kant ga je naar het water toe. Dat gaan wij niet doen. Ik ga nog niet echt heel erg ver lopen. Het gaat momenteel, vandaag gaat het wel iets beter. Ik heb vannacht echt weer heel slecht geslapen. Vannacht. Ik had vannacht echt weer. Het was echt weer drama vannacht. Dat kwam omdat. Ik kon gewoon niet slapen. Elke keer op wat voor zij of rug of buik ik ging leggen, alles deed gewoon pijn. Toen heb ik maar een Alivie ingenomen. En toen ben ik nog tot een uur of half drie wakker geweest of zo. Morgen moet ik, 8 uur moet ik uit mijn bed. 7:30, 8 uur moet ik even bellen. En dan even kijken wanneer er plek is voor naar de huisarts te gaan. Ik verwacht misschien wel dezelfde dag. Dus misschien kan ik morgen al terecht. Maar dat is nog niet zeker. Ik hoop eigenlijk liever dat de huisarts zegt van nou, je hoeft niet te komen. Rust maar lekker uit. Doe lekker rustig aan. En bekijk het maar. Dit is trouwens, ik loop trouwens verkeerd. Loop ik trouwens. Want hier loop je ook weer naar het water toe, maar dan vanaf de andere kant. Kijk, dan kom je daar weer uit. Dan loop je daar weer naar het water toe, weet je wel. Dus we gaan de andere kant gaan we even op. Maar ik hoop dat de huisarts zegt van nou, je hoeft niet te komen. Neem maar een aspirine en rust gewoon uit. En het is goed. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Om naar de huisarts te gaan. Ik ben niet zo'n huisartsenfan. Ik vind helemaal niks. Ik ben gelukkig ook bijna nooit ziek. En dit is echt iets wat ik nog nooit eerder meegemaakt heb in 25 jaar dat ik werk. Heb ik nog nooit eigenlijk iets gehad of zo. Maar ja, dat zal je net zien. Dan ben je helemaal gezond en dan ineens kan dit gebeuren, hè, tussendoor. Dus dat is wel vervelend.
Heerlijk rustig hier, jongens. Het is zo stil dat je alleen uit dat je in de hele, heel in de verte hoort in een auto. Voor de rest is het dood en doodstil hier. Ik zal ze naar de fietsen voorbij rijden. Maar voor de rest is het echt dood en dood en dood en doodstil. Maar ja, ik vind het wel even lekker zo. Even lekker wandelen. Hier is een gul. Kijk. Dat is mooi. Er komen net twee wandelaars voorbij, of twee fietsers voorbij. Dus ja. Nou, het is echt mooi hier hoor. Heerlijk, mooi groen. Ik vind het echt prachtig hier hoor, altijd. Dan gaan we weer lekker langzaam naar de auto en dan ga ik weer lekker terug naar Spijkenisse. Ik heb gisteren nog eventjes. Tegenwoordig doen we videobellen. Tegenwoordig zitten we bijna niet meer op TikTok. TikTok heb ik trouwens van mijn telefoon afgegooid. Ik was helemaal klaar met TikTok. Vrijdag heb ik weer een ban gehad van een week. Echt triest. Ik vind het altijd zo triest altijd, jongens. Jeetje, wat een armoedzalig zootje is dat, zeg. Eén ding zeg je en dan krijg je al gelijk, krijg je 7 dagen ban. En als je dan in beroep gaat, dan kan je ook weer in beroep gaan. Ja, afgewezen. Wij zijn van mening dat het wel schadelijk is voor de community en richtlijnen en weet ik veel allemaal, ellende allemaal. Belachelijk. Echt waar. Want een kinderachtig zootje daar, dat TikTok. Dus ik ben er echt helemaal klaar mee, ik stop er lekker mee. Ik ben er helemaal klaar mee met TikTok. Ik ga gewoon weer lekker verder op YouTube. Ik had toch al 2 weken terug of 3 weken geleden had ik toch alweer het gevoel van goh, ik zou best wel weer op YouTube verder willen. Gewoon weer lekker verder met mijn YouTube kanaal, lekker filmpjes maken. Veel beter dan TikTok. Dus ik ben gewoon weer begonnen. We gaan gewoon weer verder en gaan we weer lekker video's maken. En ja, vind ik wel leuk. En gelukkig heb ik van iedereen de telefoonnummer nou ook. Dus ja, ik heb eigenlijk TikTok niet meer nodig. We kunnen gewoon bellen, kennen we gewoon elkaar. En doen we meestal videobellen op WhatsApp. Doen we meestal. Dan bellen we met meerdere mensen, bellen we elkaar op. En dan heb je eigenlijk een beetje hetzelfde. Kijk, hier heb je ook zo'n plek waar het helemaal. Allemaal takken allemaal. Oh, een kaalslag. Jeetje. Ik moet trouwens ook nog eens een keer naar het Vogelenzangpark. Want, hallo. Ik zag even. Een paar weken terug zag ik in het Vogelenzangpark. Een paar weken geleden zag ik in het Vogelenzangpark dat ze weer flink aan het kortwieken waren. Dus daar moet ik ook nog even een keer heen. Ze zijn flink aan met kaalslag zijn ze bezig. Ook in Spijkenisse zelf zijn ze met kaalslag bezig. Dat was eigenlijk al einde van vorig jaar eigenlijk al. Er was ook een heleboel tegenspraak op van wat is dit voor belachelijk beleid. Slaat helemaal nergens op, al het groen gaat weg. Ja, ik vind het ook dood en doodzonde. Je moet er ook wel een beetje groen over houden hoor. Dus ja, dat is het in ieder geval. Zo, nou, toch 2 vlogjes opgenomen. Mijn dag, avond, kan niet meer stuk. En
Ik ben in ieder geval weer lekker terug op YouTube. Ik wil ook weer verder gaan met Eurotruck Simulator. Wil ik ook weer gaan doen. Vind ik ook wel weer leuk. Ik vind Eurotruck Simulator vind ik echt leuk. Dus dan wil ik eigenlijk ook weer 10 afleveringen, minimaal 10 afleveringen opnemen. Zodat ik elke maandag weer een Eurotruck Simulator video op mijn kanaal kan zetten. Dat is ook wel weer leuk. Ik heb in ieder geval weer een nieuwe vrachtwagen gekocht. Dus dat gaan jullie allemaal zien. Livestreamen wil ik ook nog gaan doen. En livestreamen wordt vooral Metro Simulator. Voorlopig heel eventjes. Ja, ik wil eigenlijk ook weer GTA Roleplay wil ik weer gaan opnemen. Maar ik weet nog niet of dat helemaal doorgaat. Want dadelijk zeg ik weer te veel en dan blijkt het uiteindelijk weer niet door te gaan. Dat vind ik altijd zo lullig. Ik moet wel, als ik wat beloof, moet ik het nakomen. Dat vind ik in ieder geval. Zo is mijn werkwijze eigenlijk een beetje. Dus ja. Het staan allemaal andere auto's allemaal. Dus ik ga hem weer neerleggen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Dit was weer even een korte video. Maar in ieder geval weer lekker buiten aan het wandelen. En we gaan weer een hele hoop leuke video's maken. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video of livestream is. En ik spreek jullie allemaal. Groeten van deze kant. En tot de volgende vlog. Bye bye. Oei. Doei.